Hallo kijkers van Nieuwte, ik ben Bak en we vragen hier weer met Bus en Architect. Voor aflevering hebben we volgens mij dit kleine cellenblokje hebben gemaakt. Dus ja, en er zit ergens met safety, oké, dat zou wel kunnen. Oké, deze die blauwdrukken die mogen natuurlijk wel gewoon weg. Ik heb ergens anders nog wel blauwdrukken staan. Nee dus. Wat ga ik vandaag doen? Nou, ik wil in ieder geval deze twee dingetjes in ieder geval af hebben. Om dat te doen hebben we sowieso 100 nodig. En nou ja, de wapenkamer komt er ook aan. Dus dan kunnen we dat alvast gaan bouwen. Ik denk dat het wel handig is om hier te gaan bouwen. Nou, even met blauwe drukken weer kloten. Dan komt hier gewoon een gang te zitten. Dan zal hier ja de bewakers met geweren moeten komen, de wapenkamer dus. Als we dan nog een stukje doorgaan, dan zouden we hier dan net zo grote ruimtes kunnen hebben, 17x14. Hier de schoonmaakkast en dan nog een wasseretten. Kan ik deze beter ook even connecten, dat het wel even handiger is. Dus moet ze helemaal omlopen. Ah ja, daar hadden we de vorige aflevering wel eens last mee, ja. Onvoldoende geld. Oké, dan moeten we dus eerst wel een aantal gevangenen hebben. Nou, hondentrainers die kunnen we al aannemen, dus we moeten eigenlijk ook nog ergens een kennel hebben. Nou, de kennel. Kennel, heel kleine kamer. Hé. De W van Wasserette. Een hele aparte W. Nou ja, het zal moeilijk doen. Ik ga even een grondig onderzoek regelen. Oké. Oh nee. Noodgevallen.
dat is gewoon eigenlijk allemaal betonnen vloer natuurlijk. En dan een aantal muurtjes moeten weer gerepareerd worden. Och, wat leuk. Nee, niet daar. Oké, keuken. Douche. En we zijn een stukje muur vergeten en dan is alles weer gerepareerd zoals het was. En dan kunnen wij in ieder geval even de fundering aan gaan leggen. Oké, dit gaan ze allemaal even smaken. Ja, deze twee die hebben sowieso even nodig. Even weer wat geld kunnen verdienen. Gaat hij heel erg snel, vind ik. Die bouwvakkers die doen volgens mij nog maar wat, want ze willen niet echt bouwen in deze gevangenis. Echt niet. Hoppakee. Dat kan je weer binnengemeerd. En de kennel.
Zet ik er mooi nog even twee gevangenisdeuren in. Eigenlijk heb ik nog een aantal metaaldetectors nodig. En ik heb geen geld nodig, dus ik moet wel een aantal gevangenen aannemen. Helaas. Oké, we hebben weer een beetje money. Oké, in de kennel. Daar moet alleen maar een hond ook. Hier moet een wapenrek, een tafel en twee bewakingskluisjes in. Oh ja, wacht, ik kan wel gewoon hier. En dan nog eentje. Oké. Troeis met waakhonden. Zo, nog meer money. Kunnen we gelijk nog even een subsidie aannemen. Oh god, beginnen ze weer. Beginnen ze weer agressie te tonen. What the fuck. Waar zou ik dan nog een personeelkamers bij toe kunnen voegen? Ah, hier. De bank en de drankautomaat, ja. En de radio, top.
Oké, top. Die subsidie is ook klaar. Nou, dat is heel makkelijk. Investering op korte termijn. Mooi. Het zien, dit wordt mooi gemaakt. Hier alleen nog even de laatste stukjes en dan is het muur nog even slopen en dan kunnen daar twee ruimtes komen. Zo. Oh, wacht, een paar deurtjes. Wat is het ook alweer? Een wasrette en een schoonmaakkast. Nou, hier wat een schoonmaakkast. Daar heb ik volgens mij gelukkig helemaal niks voor nodig. Zou me niks verbazen als er nog een keer een rel komt of zo. Er kunnen lekker veel mensen werken en wat geldt ook hiervoor. Nou, daar heb ik toch nog wel heel wat gedaan. Dat is wel mooi. Verhoog je capaciteit naar 50 gevangen. Nou, dan gaan we even een mooie cellenblok erbij bouwen. Oké, de blauwdruk. Dat is 13 meter. In totaal. Zo is. Dan maak ik dit nog eventjes af en dan vind ik het wel weer genoeg geweest van vandaag. Oh wacht, zal ik dat misschien hier ook nog eentje bij zetten? Ja, waarom niet? Toch bezig ben.
dit als wat doet dan. Top, dat werkt. Kijk maar, dat scheelt ook wel weer. Dat allemaal niet te bouwen. Nou, mooi. Heb ik heel snel weer een cellenblok erbij gepleurd. Dat is fijn. Gaat ook niet altijd dus extra bij doen. Oké, daar redt hij nog wel. Mooi. Oh ja, even het water er nog bij toevoegen. Oké. Ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.